met een zware griep kunt vergelijken. En natuurlijk, het is verschrikkelijk, er gaan mensen aan dood, natuurlijk, zoals ook bij een normale griep. Maar het is niet erger dan sommige mensen suggereren. En overal lees je ook in de kranten met grote koppen: geen paniek, geen paniek, alsjeblieft geen paniek. En het zijn altijd, ik herken ze misschien wel, de mensen en de kranten die schreeuwen: geen paniek, alsjeblieft geen paniek. Die juist de paniek veroorzaken. Vaders van de gezinnen die autopech hebben en met een rokende motor in de Zuid-Franse hitte naast de auto schreeuwen. Je kent ze wel, misschien bent u er zelf wel zo heen. Geen paniek, geen paniek, we hebben geen benzine, maar we komen wel verder. Er is helemaal niks aan de hand. En de kinderen die dan zingen: padde, padde, pech, 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 als we niet geholpen worden, komen we hier nooit meer weg. Dames en heren, blijf nuchter. Blijf nuchter, maar vooral blijf leren. Nu altijd je handen wassen, maar straks als het virus voorbij is, ook je handen wassen. Nu niet vreemde tong zoenen, lekker bekken. En straks ook niet vreemde tong zoenen en lekker bekken. Het coronavirus, dames en heren, valt heus wel mee. En laten we ons daar ook naar gaan gedragen. Geen paniek, beetje relativeren. Beetje zoals Nederlanders kunnen zijn, beide benen op de grond. Nou, ik wens u een hele fijne voortzetting. Geen paniek! En een aangenaam etensmaal. En nu ga ik de handen verwachten. Thank you.